Goed zo. Laat me galopperen. Juist. En laat galopperen. Nog iets meer galopperen. Doe maar. Zo ja, van je af. Mooi luchtig die hand en rij maar door. Nog iets meer naar voren. Nog één tikje meer naar voren. Daar is die. Deze galop. Zo ja, dan heb jij het gevoel waarschijnlijk dat je op een raket zit of zo. Maar eerst voorwaarts. Ja, dit is mooi. Dit is een mooie sprong. Prima. Dit is goed. En door. Ja, prima. Voelt goed, hè? Zo mee. En door. Galopperen. Ja, kijk eens. En mooi zacht die hand. Zo voor je. Ja, super. Kijk daarheen. En hem daar heel klein in het nekstukje weer zacht maken. Zonder dat hij naar voren zakt in die hals. Zonder dat hij erin knikt. Nou, ik ben voornamelijk weer bij Alex komen trainen om twee dingen. Dat is het vertrouwen wat Alex altijd in mij uitgesproken heeft en ook in Willem. Maar ja, ik maak nu die overstap naar, van de lichte toer naar de zware toer, zeg maar. En dat stuk dat beheerst ze bij Van Silvoort als geen ander. Met zo verschrikkelijk veel mensen en paarden. En ja, daar heb ik nu ook het meest behoefte aan. Dus dat is een stuk vertrouwen, maar ook gewoon puur proeftechnisch. Van hoe ga je door zo'n proef heen en hoe... Ja, hoe kom je uiteindelijk bij dat laatste stapje naar de Grand Prix? En ja, ik moet zeggen dat dat gewoon ook wel weer, ja, door het vertrouwen wat Alex mij ook geeft. En dat daardoor ook mijn gevoel een beetje is dat ik mijn droom levend kan houden, zeg maar. Ja hoor, super. Heel mooi. Super braaf. En sprong. Meteen weer sprong die hoek door. Ja best, ja best, ja best. Dat bedoel ik. Zo, aangevuld. In de aanval naar voren mee. Heel goed. Hou sprong. Je krijgt, dit is goed. Tik hem een keer aan met je benen en dan zet je hem weer terug daarna. Tik je twee benen en dan weer terug. Daar en terug. Tik je twee benen en daarna weer terug. Kijk, je geeft niet, dat is goed. Tik je twee benen en daarna weer terug. Ja, klasse. Het is in principe niet anders dan elk ander mens en met dier om les te geven. Met het enige verschil dat hij één arm heeft die functioneert. He, dat je rekening moet houden met dat het paard toch op eigen benen niet te veel aan de hand komt. He, omdat het dan voor hem toch moeilijker is om controle te houden. Dus je moet een beetje een tussenweg zoeken tussen hoeveel energie haal je. He, wat kun je doorbegrenzen aan de voorkant. He, wat je aan extra energie krijgt. En in hoeverre. Moet je het paard echt op eigen benen van de hand aflaten. En terug, terug en tikje. Ja, 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 ja. Daar. Daar pas. En laat hem er maar uit. Mooi. En door. En sprong. Gevoeld? Ja, klasse. Dat is goed. En nou hield je naar het eind toe meer activiteit over dan dat je begon. Dat is alleen maar mooi als het tenminste beheersbare activiteit is. En weer zetten. 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 Zo. Goed. Ah, mooi. Is goed. Dit is mooi. Doorstellen. Ja. En dan die voorhand laten gaan en rustig mee achter. Is goed. Tikje buitenbeen. Kort stootje buitenbeen. Dat is hem. Recht. Klasse. En dan om links en links appiëren. Ja. Ja. Dat. Kom, tik hem om. Ja, precies. En dan wil ik ook meteen echt scherp antwoord. Ja, braaf. En dan moet je eigenlijk met het strenger in je buitenbeen komen, die voorhand meer meenemen om de verdeling goed te houden. Anders krijg je de achterhand voor. Prima. Hou die stap. Hou die scherpte in de stap. Mooi voor de hulp. Juist, duidelijk op maat en weer op rechts letten. We hebben gewerkt aan, vooral aan het scherper maken, aan het meer met energie van achter naar voren aanpakken willen. Het duidelijker op de beenhulp reactie geven. En ja, ik denk dat wel mooi de goede kant op gaat. Vandaag hebben we dan, zoals Alex al zei, heel erg aan het vlug en gesloten krijgen. Dat is wel een dingetje, zeg maar. Met name naar de pirouettes toe, daar hebben we echt moeite mee. En dat is het leuke van Alex, dat hij het je zo simpel uitlegt en je zoveel vertrouwen in kan geven dat het goed komt. Dat je het ook maar gewoon doet en dan gaat het maar een keer fout en dat is ook niet zo erg en daar leer je weer van. En dat hebben we, ja, dat is wel iets wat Alex bij mij heel erg wakker maakt van wil het niet te mooi en te afgewerkt. Want dan wordt het allemaal knijpen en hangen en douwen en wurgen en dat wil ik eigenlijk zelf helemaal niet. Dus ja, Alex helpt mij wat dat betreft heel erg in mijn eigen innerlijke gevecht om het toch functioneel te houden.
En dat we ook, dat we het fout mogen laten gaan, waardoor we weer heel veel leren. En hoe mooier hij achter aan dragen komt, hoe fijner hij aan de voorkant ook op eigen benen blijft. Hè? Dit. Kom. Juist. Goed zo. En laat hem er maar uit. Braaf. Mooi. En naar voren. Dat is prima. Nou, Maarten heeft als doel dat hij toch een Grand Prix wil gaan rijden met zijn paard. We zijn daarom ook met het een beetje met Piaf Passage begonnen. Dat ziet er helemaal niet zo raar uit. En ik denk dat het gewoon een goed streven is dat je, hè, dat je toch altijd een stapje verder denkt dan waar je bent. Hè, omdat je toch, dat houdt toch de motivatie en plezier in het rijden. Nou, ik denk dat de Grand Prix nu een beetje in zicht begint te komen tussen nu en een jaar. Je moet toch echt, ja, je weet het toch nooit hoe het loopt. En je moet altijd maar weer het geluk hebben dat, dat het allemaal heel blijft en fit blijft. En, dus ja, we moeten nu een keer gaan denken aan de overstap naar de, naar de middentour, naar de Inter 2. In het Piaf Passage werk begint er echt wel een beetje op te lijken, maar ja, dat is thuis. En zo gauw we dat in de ring ook kunnen, ja, dan komt de Grand Prix inderdaad wel heel dichtbij. Ja. En ja, het zou natuurlijk waanzinnig zijn als dat dit jaar nog komt, maar we hebben geen haast. Hij is net 13 en hij mag zijn hele leven bij me blijven, dus een jaar meer of minder, dat is ook helemaal geen probleem. Zolang we het allebei leuk vinden, hè, vriend?